Vandaag een ander gebied. We gaan weer na jaren een kijkje nemen bij de postbank. Het is droog, bewolkt, weinig wind. Ik ben benieuwd. Het is echt lang geleden dat ik hier geweest ben. Het heeft gisteren vrijwel onafgebroken geregend. Het is nog kletsnat in het bos. Hoi Aniek, ik hoorde dat jij het leuk vond om de vlog te volgen. Nou, dit bos is ook heel leuk voor kinderen. Alleen een beetje ver bij jullie vandaan. Maar ze hebben daar allemaal leuke plekken om te gaan ontdekken. Nu een beetje gevaarlijk met al het natte hout. Maar je kunt hier heel leuk kruip door, sluip door, schommelen, slingeren. Hier moet een groter landhuis hebben gestaan van een Amsterdamse bankiersfamilie. In 1940 is het helaas verdwenen. Er moet ook nog ergens een Noors huisje van zijn dochter staan. Die mensen waren heel modern. Die dochter kreeg met op de 18e verjaardag, dus voor de Tweede Wereldoorlog nog, kreeg ze al een grote motor Harley Davidson. Oh, paddenstoelen, geen elfenbankjes, ik weet niet wat het wel zijn. Volgens Google Lens is het zwavelzwam. Weer wat geleerd. Dit is nog eens een boom. We willen weten hoe oud die wel niet is. Ja. De heide waar de postbank bekend om is. Ik had wat meer kleur verwacht. Of we zijn te vroeg, of alweer te laat. Of het is wat verbrand. Ik zal zo eens even kijken. Dit is een leuk idee. Een poosje geleden hebben ze hier een zigzagpad aangelegd. Zodat scootmobiel en rolstoel en rollator naar boven kan komen. Ook een hele mooie plek. Hier kun je heel erg mooi een enorm uitzicht genieten. De hei is toch nog wel roos, maar ik denk dat een heleboel ook al uitgebloeid is. Maar evengoed heerlijk om te wandelen en te genieten. Ja, dan moeten we echt even klimmen. We kunnen natuurlijk niet altijd alleen maar naar beneden lopen. En dan moeten we boven op de Kraaienberg komen. Waar je dan opnieuw weer een mooi uitzicht hebt. Nou, dat klopt inderdaad. Oh, ik zie dat ik al een aardig stuk gewandeld heb. Wow! Daar kun je echt... Ik weet niet of het op de camera te zien is. Maar daar kun je zo... 10, 20 kilometer of meer... wegkijken. Net hebben we Google erbij gepakt en... het lijkt erop dat we nu richting... Emmerich kijken. De grijze verte, dat is Duitsland. Nou, oudjes kunnen hier gaan rusten, maar we zijn er maar een half uurtje bezig. Dus ik loop vrolijk verder, ik zie daar weer een paar spijltje. Ja, al slalomend dalen we nu het grote dal in. En dan klimmen we weer omhoog naar de officiële plek van de postbank. Overigens wist ik het niet, maar de heer Pos, waar hij naar genoemd is, dat was begin 1900 de baas van de ANWB en die heeft Nederland enthousiast gemaakt voor alle mooie gebieden in eigen land. Dus daar gaan we zo eens heen lopen. Uiteindelijk kom je hier toch heel weinig mensen tegen. Net even mijn vrouw met een paar spiegelreflexcamera's die het heide aan het fotograferen was. En ergens een kilometer achter me loopt nog een stel. Maar verder is het heerlijk rustig. Dat is hem dan. Het monument. Met de bank. Op het hoogste punt. 90 meter. Boven de zeespiegel. Als er dus één bank, de postbank, is. Is het niet alleen natuurgebied, maar ook deze bank. Bij de postbank bovenop was ook weer een restaurant en een parkeerplaats. Dus het begint nou wel druk te worden. Het leuke verschil hier vergeleken met Hoge Veluwe is dat je hier elke keer een ander
perspectief hebt. Dit was dan de wandeling van natuurmonumenten. Heet wandelroute Veluwe Zoom Postbank, 5,5 kilometer. Ik denk dat ik even een bakje koffie ga doen. En dan wil ik eigenlijk nog een andere wandeling vanaf het bezoekerscentrum weer gaan maken. De bruine wandeling, dit was de paarse. Die heet dan Heuven, Beekhuizen, Veluwe Zoom. Is 9,5 kilometer, dus bij elkaar dan 15. Dan heb ik tenminste een beetje de autorit weer terug, vriend. Zo, kopje koffie, stukje taart en nu de nieuwe wandeling. We gaan nu door over twee landgoederen. Het moet een heel ander gebied zijn, niet meer de heuvels en de hei, maar meer bossen en beekjes. Heel veel prachtig pad met hele oude, ik denk eeuwenoude bomen waar ik langs loop. Oh, dat is ook grappig. Gewoon recht een weiland over. Aan de bosrand zie ik bijenkasten staan. Ik loop toch eventjes van de route af. Ik hoop dat ze me even met rust laten. Ik zie eerlijk gezegd geen enkele bij. Ja, oh, jawel, jawel, ja. Onderin zie je ze komen en gaan. Maar ik zal maar niet dichterbij komen. Ik neem maar dat die bijen dan naar Heideveld gaan om daar de honing te halen. In de lucht hoor ik een buizerd jammeren. Maar ik zie hem niet. Typisch beukenbos. Geen ondergroei en kale slingerende stammen. Ik heb trouwens nog even snel nagekeken. Maar het ligt niet aan de bladeren die zorgen voor verzuring dat er onder de beuken is gegroeid. Het ligt eraan dat beuken gewoon zelf al het vocht opnemen wat er in de bodem komt. Dus er blijft niks over voor andere planten. Hoogstens een beetje mosjes. Ik loop even naar beneden. Als je dit zo ziet, zou je toch zeggen dat die bomen hier echt zijn aangeplant langs een beek. Het loopt ook naar beneden. Het is alleen droog. Dat komt nou ook op de weg uit. Ik neem toch aan dat ze niet voor de grap hier een geul hebben gegraven en er allemaal enorme bomen langs hebben geplaatst. Prachtig gezicht. Die is echt uitgestorven op deze route. Net kwam ik een bejaard en krom gegroeid echtpaar tegen. Eventjes een praatje meegemaakt. Die waren ook expres weggelopen van de drukte. En genoten hier ook van het mooie bos. Kijk, de zon komt er weer door. Overal zie je dikke kevers lopen, mestkevers. Het schijnt dat die in deze tijd weer alle poep bij elkaar gaan vegen, balletjes van maken en naar een ondergrondse holletjes brengen. Je moet er maar schik in hebben. Ik heb ze nog niet bezig hier met balletjes, maar ik zal opletten. Opnieuw een prachtige beukenlaan. Zo. De zon erbij. Hier een steile afdaling. Allemaal varens. Ja, daar groeien dus inderdaad geen beuken. Daar kunnen ze wel. Kunnen de varens wel overleven. Ik zie een boomklever omhoog kruipen. Die heeft mij ook gezien en die gaat zich er maar verstoppen. Het is al een heel oud landgoed. 350 jaar geleden kocht de meneer Spaan het. En 100 jaar later Johan Willem Frederik. Maar die man die had het kennelijk niet alleen voor de jacht. Die was vooral al veel ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland geweest. En die vond het allemaal geweldig daar. Dus die begon hier ook beken aan te leggen. Een parkachtige sfeer zodat de mensen hier helemaal tot rust konden komen. Nou, dat lukt nu 250 jaar later nog steeds. Hij ging zelfs blokhutten bouwen. Ik geloof niet dat die er nog zijn. En een hotel waar koningin Emma nog heeft gelogeerd.
Moet je kijken hoe het licht prachtig door al die varens strijkt. Of de varens nou al dood zijn of nog helder groen. Prachtig gezicht. Even break. Even berichtje naar huis sturen. Even wat water drinken. En genieten van het zonnetje. Moet je kijken wat een prachtige laan ze hebben hier aangelegd. Dwars over heuvels. Echt super mooi. Ik zie dat we nou op een water aflopen. Wellicht dat dat in de buurt van het landhuis dan is. Maar water was er hier al heel veel. Ik noemde het al. Van alle beken die hier waren. En die meneer Spaan, die had daarom ook dit landgoed gekocht. Er liepen zoveel beken dat er ook watermolens waren. En die watermolens die werden dan weer gebruikt voor papierfabriekjes. En daar was geld mee te verdienen. En daarom had hij het land gekocht. Ik heb hier ook ondertussen de eerste beek ontdekt. De Beekhuizense Beek. Ik denk dat je ook op de video het water wel ziet kabbelen. Een enorme eikenboom in het water. Dus ik denk die is gesneuveld door de storm. Maar het is niet zo. Hij is ooit wel gesneuveld natuurlijk. Maar hij is gewoon niet afgeknapt. Hij wortelt gewoon. Plaatje. En zo waar hier nog eentje. Ligt vrolijk in het water. Maar lijkt daar ook echt gewoon al tientallen jaren of langer te liggen. Hij lijkt niet eens afgeknapt. En hij groeit gewoon. Ik sta nou een stuk hoger in het bos en daar weer een beek. Kennelijk borrelt die ergens boven in de heuvels op. En die hebben ze met paaltjes en plankjes gestuurd. En die maakt hier een prachtige afdaling. Hier een enorme watertrap. Loopt het water naar beneden naar de grote vijver. Er is iets fout gegaan de afgelopen dagen. Die wil je niet op je hoofd krijgen. Volgens mijn horloge is het zojuist 25 kilometer weg. Ik ben er nog niet, dus kan het dus toch al wat langer dan volgens de gegevens. Lekker is dat je gewoon heerlijk je inspant. Lekker moe bent, dat zou ik nog tijden kunnen wandelen, maar je loopt lekker te zweten en te genieten. Je denkt niet aan je werk. Drukke week gehad, morgen het beleidscongres. En gelukkig had ik gisteren al besloten dat ik vandaag zou wandelen. Want morgen dan stap je wat sloom en duf uit je bed. Heb je daar ook helemaal geen zin in. En als je nou zo aan het wandelen bent, dan is het heerlijk. Het leuke is ook dat in het boek Wanderlust van het Van Huis, waar ik voor mijn verjaardag had gekregen, staat dat Hippocrates al tegen zijn studenten zei, en dat was dus een paar honderd jaar voor Christus, wandelen is het beste medicijn. Het is toch leuk om te horen van grondleggen van de westerse geneeskunst, dat hij niet alleen gelooft in middeltjes, maar gewoon ook in iets simpels. Als wandelen. Ik geef hem groot gelijk. En als ik bijna terug ben, zie ik ineens de Zweedse hut die die rijke dochter van die rijke man hier toen gebouwd heeft.
Ik noemde het toen in het begin. Dat is die dochter die op haar 18e verjaardag al een Harley Davidson cadeau kreeg in 1930 of iets dergelijks. Zo, dat was het weer. Ongeveer 17 kilometer. 3 uur en 3 kwartier op de teller. Ik hoop dat het leuk was om naar te kijken. Annie, kijk jij ook nog? Superleuk. Ik hoop dat het voor jou ook niet te saai was. En misschien heb je wel weer wat geleerd. Tot de volgende keer allemaal.